Als kind had ik vaak een droom waarin ik een onschuldige, pijnloze ziekte had die me verhinderde uit mijn bed te komen. Om het toch aan die school en het leven in het algemeen te laten deelnemen, had men mijn bed voorzien van wieltjes en een krachtige, maar geluidloze motor. Veilig ingebakkerd in een eerste klas coupeetje, zuis ik over de rails. Slapend, lezend, geheel niets doend en soms ook wel degelijk naar buiten kijkend. Als het landschap voor je ogen begint te schemeren, stap dan uit. Bijvoorbeeld in Visvliet. Aan de lijn van Leeuwarden naar Groningen. Visvliet bestaat namelijk niet. Hier komt men geheel tot rust, midden tussen de weilanden. Een paar boomgroepen aan de horizon. Je loopt wat rond, terwijl wondermooie gedachten door je hoofd schieten. Binnen een kwartier is de blik weer helder. Vol ongeduld, wachtend op de volgende trein. Aangekomen in een vreemde stad, loop je eerst als een kat in een vreemd pakhuis rond en schutterig beweeg je door het onbekende stratenplan. Dit alles is op slag afgelopen als je een kamer in een hotel hebt gehuurd. Ineens hoor je erbij, ben je inwoner van de stad. Zit je beveiligd tegen kou, regen, slecht volk, op een zuiver functionele kamer met bed, douche of bad, toilet en prullenmand en verder geen gezeur met al die bric-à-brac die de doorsnee huiskamer vaak zo ondraaglijk maakt. Lekkere pannenkoek, hè? Hartstikke goed. Menigmaal moet ik van anderen horen dat zij het onaangename vergeten en slechts het aangename onthouden. Helaas bezit ik deze natuurlijke neiging tot verdringing niet. Elke gebeurtenis, hoe plezierig ook, heeft zijn schaduwzijde. Dat praat niemand mee uit het hoofd. Ik zat dus op een hotelkamer toen het ineens tot me doordrong dat deze kamer me niet beviel. Ik keek eens rond, het was een gewone hotelkamer, wat armoedig, maar iets anders was niet te krijgen. Het onbestemde angstgevoel kon ik niet van me afzetten, integendeel. Het werd steeds erger en plotseling greep ik in oncontroleerbare paniek mijn boeltje bijeen en steunde het hotel uit. Waren het de eerste aanwijzingen van een naderende hotelkamerfobie? Was er wellicht onlangs iets vreselijks op die kamer gebeurd? Of stond er juist iets vreselijks te gebeuren?
Miss Mouder gong zij op pad. Door kwamen vreemde bieren lopen. De uitleg gaf van hou en wat. Zij vragen, dat zijn hoes schoonzoon. Blief bij ons, heer. Het is al zo lood. Dag is zo wat voorbij. Wie wil nog weer met jou aan de proot. Dat moor begon, gaf hij zijn zegen. Hij brood een brood en laagde het rond. De hammen, dat geboor, zij zweeg. Maar hun geloof kreeg vaste grond. Nou, dat is dus een simpel gedichtje. Ja, goed. Het doet je iets en het geeft je even weer een manier... een manier om uit te beelden wat je van dit evangelieverhaal... ja, hoe je dat aanspreekt, hè? U kent misschien de grasprietjes van Frederik van Eden. Mm-hmm. En die schrijft dan ook zo in de geest van... als ik zo s'avonds ben gezeten... Ik weet niet letterlijk meer, hoor... maar als ik s'avonds ben gezeten met schrijfpapier en pen... dan voel ik wat ik altijd heb geweten, dat ik een dichter ben. Hè? Oh ja, dat kan wel, hè? Dan voelt hij zich een dichter. Dan heeft hij lekker gegeten, sigaren en zo. Dan voelt hij zich heel lekker op zijn gemak. Maar... ja, goed. Nee, ze hebben geen angst voor het papier, geen schroom. Of ja, hoe zeg je dat? Een bepaalde. Een hol gevoel in de maag of iets dergelijks. Van... Maar het is wel leuk van die Cornelis Paradijs. Die man die schrijft. Datzelfde gedicht dan, hè? Ik ben makelaar in graan. Met mijn dichten wilt wel gaan. Toch, waar ik een dominee, kwettert ik het beter mee. Ja. Ik schrijf en dicht wel in het Ik zit in de commissie voor de Bijbelvertaling in het Gronings. Ja, goed. Ik heb onlangs nog een boekje uitgegeven, dat heet Sprokkelhold. Dat zijn 1000 gezegden en spreekwoorden in het Gronings. Ja, er wordt nogal wat in Groningen gepubliceerd, hoor. Dat neemt de laatste jaren ook toe. Ja. Tobbend wakker liggen over de vraag wat literatuur is, doe ik niet. Maar de voortdurende suggesties die je overal tegenkomt... als zou literatuur meer zijn dan het te eenvoudige antwoord... dat aan mijn behoefte voldoet. Literatuur bestaat uit die paar boeken die je op prijs stelt. Doen mij zo nu en dan gejaagd opspringen. Ten einde de immer teleurstellende speurtocht... naar wezen en betekenis van de literatuur voor te zetten. Pak mijn jas even hier neer. Ja. Zal ik mijn boeken eens pakken? Tenminste, mijn zeeromans. Ja, is goed. Ja. Best. Mag ik eens even kijken. Ja, je weet diep in je hart dat je schrijven kunt. Dat komt gewoon naar boven. Ik was 8 jaar en ik woonde aan een kanaal in Leeuwarden. En daar kwamen natuurlijk schepen door, uiteraard. Onder andere turfschepen. Nou, en dat was wat, hoor. En dat was voor de oorlog natuurlijk. Ontzettende armoe. En dat vond ik allemaal zo erg dat ik daar met mijn 8-jarige gezicht naar stond te kijken. En dat ik dacht... dit is zo ontzettend erg. En daar wil ik over schrijven als ik groot ben. En dat is dit boek geworden. Turf aan boord. Ja, je zorgt dat je een goed taalgebruik hebt en dat je het goed beheerst. Maar of het nou literatuur is, daar maak ik me niet druk over. Maar dat moment, hè, om te gaan schrijven, vind je dat ook zo spannend? Ja, dat is natuurlijk. Ja. Dat is, nou, ik heb natuurlijk veel mensen erover gesproken en zo, maar ik bedoel, dat blijft voor iedereen toch weer hetzelfde. Ja, dat is dat altijd is echt weer... van, nou ja, dat is journalistiek, die kennen dat. En... ja, ik heb nou net een boek geschreven, weer zo'n totenboek in 14 dagen tijd. Nou ben ik wel. Ik heb mijn tong op mijn schoenen hangen. Heeft dat nog iets te maken met een voetbaltoto? Ja. Ja. Toch wel. Ja, ze hebben het schip gekocht. Met geld wat ze gewonnen hadden in de toto. Toto, hè? Ja. Dat hebben ze toen de toto. Dat hebben ze toen de toto genoemd. Ja. Nou, dat is leuk om te doen.
Ik heb van... Ja, ik speel mee in die Giro-loterij. Oh, ik ook. Die Giro-nummer. Ja. Als... Maar ik geloof dat ik ermee ophoud, want ik heb een heel klein Giro-nummer. En... Oh. Waar de prijzen op vallen zijn al het hele lange nummers van dan 7. Dan moet je het opnieuw aanvragen. Ja, nieuw. Maar ik vind het belangrijk dat ik gelezen word en dat het begrepen wordt. Dat de mensen het interessant vinden wat ik schrijf. En dan krijg ik die wisselwerking die ik zo nodig heb. Daarom ga ik ook zo graag, daarom geef ik ook zo graag lezingen. Want ik vind het, ik heb het bitter hard nodig voor mezelf om erover te kunnen praten. Nou nee, lezingen vind ik ontzettend. En ja, dat moet dan altijd voor praktisch niks of helemaal niks. Want ja, u weet, clubkast is... Nou, dat doe ik gewoon nooit. Nee. Dan word je gewoon gebruikt en zo. Maar dat is ook energievretend, hè? Ja, ook dat. Hè? Ja, natuurlijk, want je bent echt de hele dag kwijt. Ja, dat ben je zeker. En de volgende dag ook nog wel een beetje bij te komen van alles. Het is toch altijd, je geeft je helemaal, hè? Ik ben ook volkomen leeg als ik een lezing heb gehad en ik kom dan weer thuis. Beton op mijn schoenen hoor, dan moet ik echt een dag bijkomen. Ja, maar het is ontzettend... Alles loopt verkeerd af. Een heel diepzinnige gedachte. Die ik zelf maar bij vlagen van inzicht had kunnen begrijpen. Implicerend dat alle gebeurtenissen al ergens vastliggen en beschreven staan. En dus niet echt gebeuren. En anderzijds, of tegelijkertijd... dat alle gebeurtenissen, hoe ingrijpend is geen ook, in wezen onbelangrijk zijn. Een goede afloop van wat dan ook is een verzinsel, een fantasie, een wensdroom. Gevolgtrekking, alles loopt af zoals het behoort. En dat noemen wij dan een slechte afloop, ons daarmee zekerheid verschaffend dat een goede afloop wel degelijk bestaat. Maar mocht er schijnbaar iets eens goed aflopen, is dit slechts tijdelijk. Einde gedachtegang. Ik besloot hier een aantekening van te maken om het thuis nader uit te werken. Extra rust ontlenend aan de wetenschap dat ik dit uit luiheid toch niet zou doen. Alles goed? Ja. Hoi, dag, hoi, jongen. Ik kwam gisteren thuis en... Ik denk, ja, je zit nog meer. Ja, de puiling. Mag even. Ik dacht al, ik belemmer je in je vrijheidsbeweging. Hoi, je bent zo duf als een konijn. Ik zal zo even... Juffrouw, die zal er zo wel aankomen. Nee, ik werd vanochtend wakker en toen wist ik niet waar ik was. Althans, niet in welke stad ik was. Ik ben nou in Eindhoven. Dan ben ik alle steden van Nederland. Ben ik afstand. Nee, daar ben ik niet. Nou, die hield Groningen. Oh ja, Groningen. Zij had tegenkomen bij de dominee. Nou, die werd ook wel wat te vertellen natuurlijk. Ja, ja, die had boekjes met... heel aardig boekje trouwens. Met Groningse uitdrukkingen en zegswijzen. Oh. Dus je bent toch niet voor niks naar Loppersum geweest? Nee, ik heb één Groningse zegswijze onthouden. Ja? Van... als je de dochter wil hebben, moet je met de moeder vrijen. Ja, dat is in die geest. En dat leek me nogal, ja. Ja, weet je. Dat is niet gebruikelijk bij ons. Hè? Nee. Dominee had daar geen uitleg voor. Het is trouwens Groningen zijn helemaal een aparte humor. Hè? Ja, dat zal best. Ja. Heb je dat verhaal wel eens verteld van de laatste de dood veroordeeld in Groningen? Nee. Midden 1800. En Alcoa Clunie wordt hier onder Tromperoffel hier naar de Grote Markt gebracht. Ja. En met de schouders en rakkers, geloof ik. En hij bestijgt het schafot. De hele Grote Markt staat vol natuurlijk. Allemaal klappen. Allemaal kijken natuurlijk. En hij kijkt zo naar beneden. Op de eerste rij ziet hij zijn vrouw staan. En die roept, hoi Stine. Nou, Stine doet de handen omhoog. Wat ben de kinder? Die heeft zus laten, zei Stine. God, zei Alcoa, wat bist je een mooi wief. Nou is het een keer wat er dan in de stad los de kindertuus. Maar, de brief. Lieve Annie,
terwijl de zonnestralen zich tevergeefs een weg trachten te banen door mijn getraliede venster, schrijf ik jou, mijn liefste. Ik heb spijt voor wat ik jou heb aangedaan, Annie. Ik weet wat het is om in één keer je vader, je moeder, je broers en je zusters te verliezen. Wees sterk, Annie. Ik zal het ook proberen te zijn. Annie, ik heb het gevoel dat ik mijn hart meer dan ooit aan jou heb verpand. Ik hou van jou, Annie. En ik zal je trouw zijn. Ik zal niet vreemd gaan. Ook niet tijdens het luchten, lieve Annie. Wacht op mij, mijn liefste. Wacht op mij. Tot 1989. Dag, Annie. Dag. Geeft het reizen een dieper inzicht in de aard der dingen. Legt het nieuwe gezichtspunten bloot. Dienen zich plotseling oplossingen aan voor problemen waar men al tijden vruchteloos mee worstelt. Kortom, wordt men een wijzer en rustiger mens. Ik meen van niet. Iedereen heeft wel eens mensen van lange en verre reizen zien terugkomen. Maar heeft iemand bij een dergelijke gebeurtenis ooit wel eens spontaan uitgeroepen: jongen, wat is die persoon verstandig geworden? Ik weet zeker van niet. Van reizen gaat men nu eenmaal niet vooruit. Integendeel, het stond af. Eigenlijk kan je maar beter thuis blijven. Tussen twee uitersten bevindt zich de wereld. En daarin lopen wij wat onwennig rond. Wie mag een afname van die Ende des Nederlanden? Oh ja, die grens. Ja, also, die wordt niet alleen aan de Alphoort. Ja, ja. Nee? Ja, dat is verständlich. Als Duitsland aanvangt. Ja, dan weer die nördliche Teil, niet? Von Holland is dat nördliche Teil, niet? Die nördliche Grenze. Ja, westlich. Nein, östlich, nee. Ja. Östlich, nicht? Nee? Östlich. Jarenlang ben ik gebukt gegaan onder de heersende mening dat er in een verhaal iets wezenlijks dient te gebeuren. Op niet nader te omschrijven wijze is me geopenbaard dat dit een misvatting is. Er gebeurt al genoeg, dus eigenlijk ook weer niets.